Leuk dat je kijkt naar een nieuwe videoblog. Hoe ziet de jacht- en faunabeheeropleiding er nou ongeveer uit? Toen ik begon aan de opleiding jacht- en faunabeheer had ik heel veel vragen. En ik had het leuk gevonden als iemand mij kort had verteld hoe nou zo'n opleiding eruit ziet. Zodat je een overzicht ongeveer een beetje weet wat je kunt verwachten. Ik had zelf eigenlijk daar niks over gevonden. Ik had niet echt filmpjes gevonden over mensen die ook de opleiding hebben gedaan. En hoe je een beetje, wat je nou allemaal kunt verwachten van de opleiding. Nou, ik dacht dat het goed was interessant om dat aan jullie te mededelen. Omdat ik nu richting het einde van de opleiding ga. Ik een beetje een overzicht heb van hoe dat er dan uitziet. Allereerst was het heel belangrijk dat ik me op tijd had aangemeld. Meteen zodra de mogelijkheid er was, heb ik me aangemeld, ingeschreven. En dan betaal je ook meteen voor de opleiding. Ik meen dat het zo'n €450 ongeveer is. En dan ben je in ieder geval aangemeld voor de opleiding. Dan krijg je ook het boekwerk, de map van de hele opleiding krijg je thuis. Nou, dit is de map van dit jaar. Hoofdstukken staan erin. Vrij gedetailleerd werk met heel veel kleurenfoto's, heel veel uitgaan. Het is echt een complete goede handleiding. Die krijg je thuis gestuurd, dus daar kan je al meteen mee beginnen om dat te bestuderen. Nou, vervolgens moet je bij een soort intranet aanmelden en kun je ook aanmelden voor de lessen. Ik zelf heb natuurlijk in de coronatijd lessen gehad en daardoor moest ik het helaas met Zoom-lessen doen, dus online. Nou, je meldt je aan, je komt dan in een groep terecht en dan is het gewoon, nou, groep A, dan zit je bijvoorbeeld op de maandag, groep B zit je op de dinsdag, etc. Je moet dan ook zorgen dat je dan om 7:30 klaar zit en je moet ook eerst de video's online hebben gekeken van het betreffende hoofdstuk. Daarin, ik weet niet hoe het komend jaar is, maar het gaat er in ieder geval zo uitzien, als het nog steeds zo gaat, dat je een aantal video's van zo'n 15 minuten per video moet kijken. Het zijn soms 4-5 video's waarin een docent het hoofdstuk behandelt. En pas als je die hebt gezien mag je deelnemen aan de Zoom-lessen. Dus dat is heel belangrijk om te weten. Je moet echt die video's op tijd kijken. Doe niet op het laatste moment. Maar kijk ze en ga daarna die Zoom-lessen volgen. Nou, dan zit je met een heleboel andere mensen die de opleiding doen. En een docent die vertelt de opleiding. Je mag interroperen, je mag vragen stellen. En zo'n Zoom-sessie duurt ongeveer zo'n 2,5-3 uur. Loopt soms wat uit. Dus van 7:30 tot 22:30. En daarin kun je ook vragen stellen en wordt de opleiding verder behandeld. En dan elke maand heb je wel zo'n Zoom-les. Nou, intussen moet je dus echt die hoofdstukken goed bestuderen ook. Ik vind het de stof veel en ik vind het ook heel uiteenlopend. Je hebt bijvoorbeeld een hoofdstuk over de regels. Wat zijn nou de juridische kaders waarin je mag jagen? Hoe wordt dat vastgesteld? Hoe ziet het eruit? Wat is nou bijvoorbeeld een jachtveld? Welke dieren zijn er allemaal? Welke vogels? Welke wilddieren? Welke mag je allemaal bejagen? Waar leven die dieren? Nou, heel uitgebreid. Dat is een heel belangrijk stuk. Een ander hoofdstuk gaat weer over het geweer zelf, de wapens zelf. Een andere gaat weer over hoe ga ik in de interactie met de omgeving. Nou, een heleboel materie. Erg veel. Het gaat ook een stuk zelfs over jachthonden. Dus we hebben alle soorten jachthonden. Veel informatie. Ik zou het zeker niet onderschatten. Het is echt veel en ik vind het ook lastig. Omdat je hebt op een gegeven moment allemaal van die eenden. En ja, die eenden lijken allemaal op elkaar. En er zijn kleine verschillen en die moet je dan weten. Ja, niet het meest interessante. Ik ben niet echt een vogeltype. Ik vind vogels niet echt fascinerend. Ik ben meer van, ik vind herten en zwijnen en dat soort dieren vind ik interessanter. Dan is het best lastig om al die eigenschappen, al die verschillen in je hoofd te stampen eigenlijk. Net iets als met de jachtregels, van waar mag je nou wel en niet jagen, hoe groot mag het gebied zijn. Nou, allemaal vrij droge stof die niet echt heel prikkelend is. En ik denk dat er wel een contrast staat met het jagen zelf, wat wel heel spannend is. Maar ja, je moet het allemaal weten. Maar onderschat het niet. Het is geen makkelijke opleiding. Het is echt vrij pittig. Zeker als je het er gewoon bij doet. Naast je werk en al je andere dingen, onderschat het niet. En dat zeg ik, ik heb zelf ook gewoon HBO gedaan, dus ik kan heus wel studeren, maar het is echt wel complex en veel. Daarnaast, tegelijkertijd, kun je aanmelden voor, moet je je
gaan aanmelden om kogelschietlessen te gaan doen en om hagelschietlessen te doen. Je moet minstens 10 en geloof minstens 4 of 5 kogellessen gehad hebben. Wil je überhaupt deelnemen aan het examen? Nou, je moet die kogellessen ook zelf betalen. Dus nou, je bent per één hagelles of kogelles. Per hagelles ben je zo'n €35 kwijt en per kogelles 25. Dus reken erop dat je nog heel veel kosten gaat krijgen. Daarnaast moet je ook aanmelden voor het examen zelf. Kost ook weer geld. Dus hou een groot bedrag beschikbaar voor deze onderdelen. Het hagelschieten, nou, dat kun je vaak wel in de omgeving doen waar je woont. Het kan vaak bij een lokale club wel. Het kogelschieten, daar zijn minder opties voor. Dan moet je echt naar Biddinghuizen in Flevoland. Daarnaast heb je ook nog 3 lessen op Biddinghuizen zelf. Jagersinstructies, jachtinstructies. Dus van, nou, veilig. Hoe ga je nou veilig met je geweer om? Hè? Dat je niet zo met je geweer rondloopt in je veld, maar dat je dat naar beneden haalt. En je krijgt nog allerlei andere lessen. Weidelijkheid, hè? Hoe ga je nou fatsoenlijk om met de jacht, met het geschotene, et cetera. Die moet je ook allemaal volgen. Op zaterdagen was dit jaar. En je kan het wel weer mooi combineren met bijvoorbeeld een kogelschietles. Dus dat je dan niet per se nog een andere afspraak hoeft te maken. Je kan het dan tegelijkertijd doen op diezelfde dag. Nou, dat zijn allemaal onderdelen die je moet doen. En die hagellessen kun je dus zelf doen. Maar dan moet je er wat meer van doen. Dus minstens 10. En ik zou eigenlijk zeggen meer, omdat je daar best wel wat training bij hebt. Hoe vaker je traint, hoe beter het lukt. Zonder die training gaat het gewoon niet zo goed. Je moet het echt wel doen, wil je dat praktijkexamen halen. Zorg ervoor dat je op tijd begint. Dat je niet alles op het laatste moment moet doen. Natuurlijk, uiteraard, spreek voor zich. En neem echt de tijd om die hoofdstukken goed te bestuderen. Kijk de filmpjes herhaaldelijk. Herhaalt heel veel. En dan zou het in principe goed moeten doen zijn. Maar zoals zeg ik van de opleiding best pittig, best veel. En ik zou blij zijn als ik slaag. Maar goed, ik ga ervan uit dat ik misschien de theorie niet in één keer haal. Dan zou ik het in september opnieuw kunnen doen. Voor de praktijklessen heb ik wat meer zekerheid, omdat ik merk dat ik vrij goed ging. Ik ben ook zelf, maar ik spreek voor mezelf. Ik ben altijd wel wat beter in de hand dingen, zoals tennis en hockey en tekenen. Ben ik wat beter in dan bijvoorbeeld voetbal. Of skateboarden, wat ik heb gedaan, daar was ik heel slecht in. Dus dat ging maar af. Maar als jij dus bijvoorbeeld al een bril draagt, of je hebt een andere, je bent niet zo, hè, niet zo verfijnd met arm- en handtechniek, ja, dan zou ik echt aanraden om meer lessen te nemen. En herhaling, het is heel veel herhalen. Het komt heel veel op je af. Ook bij de schietlessen. Ik vond, er zijn heel veel dingen die er tegelijkertijd komen. En ik vind eigenlijk de opleiding had voor mij iets langer gemogen, iets meer tijd. Omdat ik merk dat het veel in één blok is. Er wordt heel veel in één tijdstuk, hè? Van november tot mei zo'n beetje. Er wordt veel in één tijd gepropt. Dus het is een vrij, je moet er veel mee bezig zijn, veel actief mee bezig zijn. Ik vind het wel heel leuk. Het is wel echt, er gaat een nieuwe wereld voor je open. En de docenten en iedereen die daarin betrokken is, maken je wel enthousiast. Het is een interessante, leuke nieuwe wereld. Je voelt echt dat je wereld verbreidt. Er zijn zoveel dingen die je op een gegeven moment tegenkomt. Je krijgt ook het jagerstijdschrift, het jagersblad. Krijg je dan als proef, krijg je ook thuis. Erg leuk. En daarin word je een beetje wakker, of tenminste een beetje opgewarmd voor de jacht. Dus dat is een beetje mijn ervaring. Hoe ziet de opleiding eruit? He, want op een gegeven moment, we naderen nu. Je zou het niet zeggen, maar het is nu al bijna april. Nou, de komende maanden komen dus de examens eraan. Die moet je zelf ook inplannen. Kun je zelfstandig doen. Ook de dag waarop je wil het doen, kun je zelf inplannen. En dan hoor je dus of je wel of niet geslaagd bent. Dus zo ziet de opleiding er een beetje uit. Je aanmelden, dan in november beginnen de lessen, krijg je boeken, kun je alvast beginnen met studeren, Zoom-lessen, tot nu toe misschien straks weer de gewone live-lessen, die volgen en dan zelfstandig de kogel- en hagellessen gaan plannen. Nou, hagel kan je vaak bij jou in de buurt doen en kogel, denk dat het meestal wel in Biddinghuizen zal plaatsvinden. En uiteindelijk dan het examen in april en mij, 2 onderdelen, theorie en de praktijk. De praktijk bestaat uit schieten en ook over
hoe veilig ben je met de jacht? Dus het is een jachtpraktijk. En dus de theorie gaat over hele andere dingen. Ik zou ook aanraden om een samenvatting te bestellen. Die kun je ook online vinden. Kun je kopen. Die kost wel weer wat, maar dan heb je de samenvatting. Hoef je niet elke keer die hele dikke map door. In de map staan namelijk ook heel veel stukken die je niet hoeft te bestuderen. En een samenvatting kun je daarbij helpen. Ook examenvragen staan erbij. Heeft mij wel tot nu toe erg geholpen. Nou, dat was voor vandaag. Ik wens jullie heel veel plezier als je de jaarsopleiding wil gaan doen. Ik wens je heel veel plezier mee. Stel gerust hieronder vragen. Als je vragen hebt over de jaarsopleiding, dan zal ik die proberen te beantwoorden. Bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.